Het museum Mediadroom kent een ongelofelijke collectie aan mediarequisieten. Het museum en de bijbehorende winkel Tante Hanny zijn dan ook al 10 jaar een begrip in het Nijmeegse winkelcentrum Molenpoort. Om nog meer van de gigantische collectie te tonen, stelt het museum nu ook het depot open voor het publiek. Het is dé droom van elke Star Wars fan. Een hele ruimte vol met alle requisieten en merchandise van de bekende filmreeks. Maar ook fans van Jurassic Park en de Ninja Turtles kunnen hun ogen uitkijken in het opengestelde depot van Museum Mediadroom. Het museum kent een gigantische collectie en het is natuurlijk zonde als niemand dit te zien krijgt. Nou, heel veel musea die hebben gigantische grote verzamelingen. En vaak staat de 9e, 10e in het depot opgesteld en niet toegankelijk voor het publiek. En steeds meer gaan ze zoeken naar een manier om toch iets groter gedeelte van de collectie te laten zien. Alleen dan is het niet in vitrinekastjes opgesteld, maar staat het vaak in stellingen. Of is het gewoon wat dichter op elkaar gepresenteerd. Zo ook hier in het open depot van het Nijmeegse Museum. Het depot wordt opengesteld vanwege het 10-jarig bestaan van Mediadroom in winkelcentrum Molenpoort. Alleen het winkelcentrum verdwijnt binnenkort. Maar dit betekent nog niet het einde van dit museum. Dat wordt heel spannend. Over zeg maar 1,5-2 jaar gaat de Molenpoort plat. Wij zijn nu een compleet nieuw concept aan het ontwikkelen. We zijn ook aan het kijken of wij een groot popcultuurcentrum kunnen starten met meerdere ondernemers. Misschien meer musea, misschien een horecagelegenheid erbij of een winkel die aansluit bij de popculture. En dat we iets unieks voor Europa en Nijmegen kunnen realiseren. Naast het openstellen van het depot heeft het museum ook nog een speciale collectie tentoongesteld. Ja, we hebben in onze collectie zelf een vrij grote verzameling van Walt Disney. Nu hebben wij van Monique, die is inmiddels overleden, maar die heeft 35 jaar lang alles van Donald Duck verzameld. Wij hebben met haar man afgesproken dat wij zorgen dat de collectie in ieder geval bij elkaar blijft, maar ook toegankelijk wordt voor het publiek. Dus we hebben ook sinds een week in onze etalage een groot gedeelte van haar verzameling staan. Het museum wil voorkomen dat zulke bijzondere verzamelingen verloren gaan. Ja, nou, dat zie je vaak bij verzamelingen. Mensen zijn er jaren heel intensief mee bezig. Maar dan komen ze te overlijden en dan verdwijnt het of naar een kringloopwinkel, of het valt uit elkaar, of het wordt weggedaan. Ja, wij vinden eigenlijk ook wel een soort roeping, een soort bejaardentehuis voor verzamelingen. En het blijft dan in ieder geval voor het nageslacht bestaan.